Vape niet. Hello. Hi. Is het scherp? Ja, is het scherp. Zo. We're back. And better. Yes. Better than always. We hebben net ook een andere video opgenomen. Ja, we hebben net lekker gegeten. Voor zoieder video. Die staan denk ik wel online als deze online staat. In zoieder video hebben we allemaal vragen beantwoord. Zodat jullie weer een beetje op de hoogte waren van ons leven. Up-to-date zijn, ja. Samen geleden. Ja. En bij mij gaan we Assumptions. Assumptions about us. Ja, vooroordelen zijn dat toch? Aannames. Ja, aannames, vooroordelen. Nee, ik vind het best nog wel meeval. Ik had eigenlijk ergere dingen verwacht. Ja. Dus deze gaan we bevestigen of ontkrachten. Ja. Ik ben benieuwd. Jullie roddelen en praten veel over andere influencers. Nou, ik vind sowieso dat er een verschil zit tussen praten en roddelen. Maar praten hoeft niet altijd slecht te zijn. Nee, ja, wij praten wel over anderen, tuurlijk. Maar dat is menselijk. Kijk, roddelen vind ik eigenlijk als je... iemand ook kent. Ja. Je kan toch niet echt roddelen over iemand die je niet kent, vind ik. Oh, ja, dat. Maar ook als je dus eigenlijk onzin gaat verspreiden over iemand. Dat vind ik eigenlijk roddelen. En dat doen we niet. We hebben echt wel dat we foto's naar elkaar doorsturen van mensen. Maar vaak is, maar dat vaak niet is het gewoon, kijk dit. Ja, oh, gewoon leuk. Of weet ik veel. Zo'n foto moeten we ook maken. Of dit is een leuk plekje. Of... Ja. Dus half-half. Ja. Ontkracht en bevestigd. Is die nou onscherp? Ja, dat is goed, maar dat is ook al. Dat jullie je film net ervoor doen in de vlogs dan dat jullie daar buiten eigenlijk zijn. Dat klopt. Dat klopt. Ja, maar dat heeft wel een reden. Ja, je kan niet alles in de vlog zetten. Ook. Ik zeg maar voor mij persoonlijk, ik vind dat je hebt soms jongere kijkers. Dus je kan niet alles vrij uitzeggen. Want ik bedoel, je hebt ook gewoon kleinere meisjes die naar je kijken bijvoorbeeld. Ja. En daarbij, je wil zelf ook nog een beetje een toekomst hebben. En je hebt ook familie en zo. Ja. Als ik oma en bloot over heel mijn seksleven ga vertellen, ja, leuk voor mijn ouders. Nee. Mijn oma die kijkt ook al mijn video's. Ja. Ik vind mijn oma een schat, maar ze hoeft niet alles van. En we zijn al best wel open daarover, vind ik. Ja, ik vind ons ook wel. Kijk, er zijn echt heel veel mensen die nog meer open zijn. En soms, moet ik eerlijk zeggen, reageer ik ook iets correcter, zeg maar, politiek correct, omdat ik verschillende soorten kijkers heb en ik wil eigenlijk niemand daarmee kwetsen, want tegenwoordig generatie Z is generatie zeik, want... Letterlijk, wij zijn generatie Z, maar wij vallen echt niet in generatie Z. Je hebt echt veel zeikert hoor. Alles wat je zegt wordt gelijk kwetsend en weet slecht, ik het allemaal niet. En daar mag je niks over zeggen, want dat is niet goed en dat is niet goed. En iedereen moet vegan zijn en na. En daarom houd ik soms gewoon beter mijn bek, omdat ik denk van ja, ik heb gewoon geen zin daarin. Dat is al dat gezeik. En in het echt ben je met je eigen vriendin, dan kan je alles zeggen. Ja. Iedereen bij ons is hetzelfde. Maar geloof me, ik denk dat bijna iedereen op YouTube, Insta, alles... is netter dan dat hij is. Je moet gewoon bedenken eigenlijk... dat net als dat jij bij je ouders... ben je anders dan bij je vriendinnen. Ja. Zo'n beetje. Ja. Dat jullie je kantoor bijna niet gebruiken. Dat klopt. Dat klopt ook, ja. Nou, dat klopt niet helemaal. Want ik heb deze week al 2 keer in mijn kantoor gezeten. Ik ga er straks weer in. Hè? Dan ga ik de video voor jullie bewerken. En dan staat hij gelijk vandaag online. Ja. Het staat wel op de planning dat het meer gebruikt gaat worden. Ja, het gaat meer gebruikt worden. Maar ook net zoals nu als... Nou, niet nu, maar... afgelopen weken, als het dan lekker weer is, dan zit je toch liever op het strand. Dan ga je gewoon even 2 uurtjes werken. Ja, of dan bijvoorbeeld als je dan thuis komt van het strand, doe je het eventjes op de bank. Ja. Dan ga je niet helemaal naar kantoor voor die 2 uurtjes werken. Ik zou dat niet doen. Hoewel, gisteren vond ik het heel chill om op mijn kantoor te zitten, hoor. En vandaag vind ik het ook wel chill dat ik erheen ga. Ja, oké. Maar dat is dan omdat ik dan echt lang ga werken, zeg maar. Jullie zijn totaal niet met klimaatverandering bezig. Ik niet eigenlijk. Ik ook niet. Ja, ik weet wel dat het gaande is, maar... Ik hou me daar niet heel erg mee bezig. Precies wat ik net zei eigenlijk. Generatie zeur. Ik ga er gewoon niks over zeggen, want wij krijgen alle shit over ons heen. Daar heb ik gewoon geen zin in. Zoals zeg maar half Nederland precies hetzelfde denkt als wij, maar... Alleen bij ons wordt het... Tuurlijk, het klimaat gaat veranderen, de wereld gaat veranderen. Het wordt allemaal slecht. Alles wat we doen is slecht voor de wereld. Maar ik vind dat je het probleem moet aanpakken bij... waar het probleem begint. En dat is bij grote bedrijven, multinationals, die deze aarde vervuilen. En dat ga je niet veranderen bij 1 persoon. Period. Helemaal politieke correcte is nu weg. Sinds Zoe er borsten heeft, shoots die maar al te graag. Nou, ik zou het ook doen. Hello. Nou, ik probeer wel een beetje... Maar kijk, je doet dit niet was niet de bedoeling. Dit wilde ik gewoon.
Dit topje. Maar. Ja, ik heb ook plakkertjes hier geplakt dat het dicht blijft zitten. Maar dit gaat gewoon even. Maar ik vind niet dat je andere kleren draagt dan dat je daarvoor droeg. Nee, ik draag eigenlijk gewoon hetzelfde soort kleding. Alleen, het is nu gewoon een maatje meer. Ja, dat is het ook, zeg maar. Ik post hiervoor ook gewoon bikinifoto's. Maar toen had ik geen titel, dus viel het niet op. Dus ja. Dus jullie met geld strooien alsof het niks is. Nou, dat vind ik niet. Soms. Jij wel. Nee, dat is niet waar. Nou, zeg maar, het is... We weten echt de waarde van geld wel. Ja. Dat weten we heel goed. Weet je wat het ook is? Het is ons geld. Ja, en ik vind ook... We eerlijk sparen verdiend. Daarnaast ook. Ja, maar wie heeft er wat over te zeggen dat wij... Of wij dat zelf niet doen. Met geld strooien, want wij hebben het zelf eerlijk verdiend. Als jij daarnaast gewoon nog lekker spaart... Ja. Dan hoeft het toch niet uit te maken of jij... Veel geld zeg maar, uitgeeft. Je moet niet al je laatste spaargeld elke keer uitgeven aan een tas en weet ik veel wat. Maar als jij het allebei kan doen. Ja, maar als je dat wel wil, be my guest. Ja, ja ik ga daar ook niet moeilijk over doen. Ja, kijk, krijg jij nou al je geld van je ouders en je gaat er mee lopen smijten, denk ik van ja, inderdaad. Je smijt echt met geld alsof het niks is en je hebt geen idee hoeveel dat is. Maar dat hebben we wel. Zelf. Ja, je kan met jullie echt lijpgoed partyen en allebei zo gek als een deur. Ik denk dat je met ons best goed feestje kan bouwen. Ja, maar ik denk dat jij gekker bent als je dronken bent dan ik. Ja, dat denk ik ook. Maar ik heb ook vaker het punt dat ik echt, echt goed lam ben dan dat jij. Ja, ik heb dat niet zo vaak. Ik heb vaak mijn grens nog wel. Ik niet. Nou, ik moet wel zeggen, ik heb een paar feestjes de laatste tijd gehad. En als ik dan merkte dat ik een beetje... Dan was het zeg maar, oké, ik kan nu nog een rosé nemen en ben ik pien. Of ik neem nu een watertje en het gaat weer langzaam weg. En dan kies ik wel vaak voor dat watertje. Ja. Alleen afgelopen vrijdag even niet. Maar het is ook helemaal oké als het af en toe gebeurt. Maar ik denk dat je wel met ons goed feestje kan vieren. Ik denk dat je met ons feestje kan hebben. Ja. Fleur heeft een eating disorder. Nee. Ik weet ook niet eens wat dat is. Nou ja, gewoon een eetprobleem. Nee, ik heb wel nog lekker zitten chappen. Chop. We moeten echt dichter bij elkaar zitten, want dat is het. Hij stelt scherp op de persoon op en dan de achterste maakt hij ons scherp. Snap je wat ik bedoel? Oh, ja. Dus als hij dan jou als midden ziet, dan word ik, zie je? Dan word ik ons scherp. Oh, ja. Okay. Nee, Fleur die heeft wel een kwark dieet gehad. En toen zei ik ook wel van Fleur, hierna moet je wel kappen hoor. Maar ja, daarna dat heb ik ook gewoon gedaan. Heeft ze weer gewoon weer gegeten. Toen gingen we naar Ibiza op vakantie. Ik zeg eerlijk, ik sta niet achter het kwark dieet. Nee, maar... ik zou ook niemand aanraden, want het is ook niet heel gezond voor je, denk ik. Maar op dat moment hielp het gewoon even in een rap tempo. Snel, ja. Je vindt YouTube niet meer zo leuk. Nou, dat is niet het goede woord. Nee, ik vind het lastig. Ja, wij zoeken een beetje een inspiratie op die we niet kunnen vinden. Ja, ik vind weekvloggen zeg maar nog leuk, maar het is niet het enige wat ik wil blijven plaatsen. En ik vind het gewoon heel lastig van welke video's zijn dan leuk, welke video's vinden andere mensen leuk en wat wordt niet al te veel gedaan. Ik vind YouTube heel leuk als ik er tijd voor heb. Ja. Maar als het een ding wordt van moeten, dan vind ik het minder leuk. Maar aangezien het nu voor ons werk is, is het soms moeten. Dus dan is het soms wel niet meer heel erg leuk. En ik vind wel vakantievlogs heel leuk om te maken. Ja, ik ook. Dat vind ik het allerleukste, denk ik. Vakantievlogs. Nou, ik vind dit soort video's eigenlijk het leukste om te maken. Ja, vind ik ook wel. Maar vakantievlogs vind ik gewoon... Van die lachvideo's. Ja. Maar vakantievlogs vind ik gewoon leuk, omdat je dat later ook weer kan terugkijken. Ja. Dat is waar. Stel dat wij nu met die meiden de vlog van Caruela gaan terugkijken van 2018. Ja, dat is wel heel leuk. Dat is een leuk idee om te filmen. Ja. Dat gaan we een keer doen. Reactievideo. Gewoon leuk dat dat soort dingen nog allemaal online staan. Al die vakanties. Sinds het uit is met Milan, was Fleur op de wilde tour gegaan. Dat was ik niet. Nee, dat valt reuze mee. Want je had al best wel snel weer stand gevonden. Ja. Ja. Nee, geen beeldverhaal voor mij. Wij willen heel graag beroemd worden. Nee. Nou, wat ik wel wil, is dat mijn socials gewoon goed blijven lopen. Ja, dat. Maar dat, ik hoef niet beroemd te zijn. Nee, ik ook niet. Zeg maar, als dat gewoon lekker op peil blijft. Want wij hebben wel eens op een festival en komen helemaal mensen naar ons toe. En soms vinden ze dat leuk, maar soms is het ook gewoon niet leuk. Vooral als mensen dan zo tering lang tegen je blijven praten en er gewoon geen verhaal aan vast zit. Dat bedoel ik niet gemeen, maar soms wil je toch gewoon... doorlopen. Je hebt soms gewoon even geen zin in mensen. Ja, of dan wil je gewoon bijvoorbeeld naar een volgende stage lopen en dan ondertussen kom je iemand tegen en dan staan al jouw vriendinnen op jou te wachten totdat die persoon is uitgepraat. Dus voel je ook een beetje van, ja dat. Mag doorlopen. Dus nee, heel beroemd hoef ik echt niet te zijn. Zeker niet. Jullie veel samenwerkingen hebben, verminderen jullie het vloggen? Nee. Huh? Dat vind ik nee, niet. Dat kan juist niet, want samenwerkingen moeten in de vlog. Nee, dat is het zeker niet. Maar het is wel dat we soms minder vloggen omdat we het gewoon druk hebben. Maar dat komt niet per se door samenwerking. Tenminste, voor mij dan. Nee.
Nee. Soms heb je ook gewoon een week dat je gewoon echt zo niks boeiends gaat doen. En ik van, ja, wie vindt dit leuk om naar te kijken? Ja. Ga je werken, dan kom je thuis, ga je eten. En dan die dag, nou, we hebben hetzelfde of het regent. Ja, dan is het natuurlijk ook gewoon niet leuk om te vloggen. Nee. Of als er iets kuts gebeurt in je leven of zo, dan heb je er gewoon echt even geen zin in. Nee. Maar dan ga ik ook wel ervan uit dat mensen daar een beetje begrip voor kunnen hebben. Kijk, als jullie ziek zijn, dan meld je je ziek op werk en dan ga je niet werken. Maar wat als wij ziek zijn? Ja, dan kunnen wij toch ook gewoon even een dagje uitloggen. Jullie roken niet. Wij promoten dit niet hoor, Vape Nederland. En ik doe het eigenlijk bijna nooit. Ik doe het af en toe naar een festival, neem ik er een mee. En heb ik er eentje over, zoals deze. We gingen naar de Amsterdam zomer, had ik deze gehaald. En die heb ik nu nog steeds. Ja. Ik ben dus ik vape echt niet verder. Veel. Ik vape echt niet veel. Maar vooral als ik gewoon met mensen ben die vapen, dan ga ik vapen. Jullie denken heel veel aan je gewicht. Ja, ik zeg je eerlijk, ik denk er wel veel over na, man. Ik ben is er niet wel goed, veel hoor. Mee bezig, zeg maar. Dat als ik dan bijvoorbeeld afgelopen week heb ik zo slecht gegeten. En dan kan ik nu al denken van, oké, over 2 maanden gaan we naar Ibiza. Gaan wij foto's maken, moeten we een bikini. 2 maanden goed opletten. Ja. Ja, ik denk er wel heel veel over na, maar het is niet dat ik het altijd goed uitvoer. Want, zeg maar, ik ben nu dan wel weer veel meer aan het sporten, probeer ik. Want ik ben nu al 3 keer geweest of zo. Maar ik heb bijvoorbeeld wel gisteravond gewoon lekker een Big Mac'je gegeten met Jani. En een heel menu. Terwijl ik al gewoon avond gegeten had. Dus ja, weet je. Maar het is ook gewoon een beetje compenseren. En jij bent er wel meer dedicated in. Dat als jij gewoon zegt van, ik wil nu gewoon even een beetje kilootje kwijt. Dan ga je dat gewoon echt doen. Ja. En ik kan dat niet. En dan ga ik er wel over zeuren. Ik heb dan gewoon in mijn hoofd dat ik denk van, oké, stel wij gaan nu over 2 weken. Ibiza is over 2 weken. Dan kan ik nu heel erg hebben, oké, 2 weken nu echt goed mijn best doen. En als ik daar ben, kan ik wel lekker eten. Nou, dat zou ik denk ik wel kunnen, 2 weken. Want ik had toen ook een keer een shoot voor Hunkemuller. En toen heb ik ook wel echt 2 weken gewoon gestreden. Ik had nog steeds niet het lichaam wat ik wilde. Maar het was wel iets beter dan wat daarvoor. En ik heb ook dat als ik Maar ik moet gewoon een soort doel hebben. Ja, ja, dat is het ook. Zeg maar, ik kan nu niet, ik kan nu niet denken van, over volgend jaar wil ik er goed uitzien. Dus ik begin alvast. Ja. Nee, er moet echt iets gepland staan. Net zoals Ibiza over 2 maanden. Dat ik denk, oké. Dan moet het zijn. Nou ja, ik heb gewoon ook heel erg, als het dan eenmaal zover is, dat je zeg maar, je hebt weer een beetje je lichaam terug. Want als ik gewoon even een paar dagen goed eet, dan krijg ik gewoon weer die lijnen terug in mijn buik. En dan ben ik alweer helemaal blij. Ja. Als dat er is, dan denk ik, oké, ik ben er. Kom en dan weer. Ga ik weer eten. Ja. Ja. En dan ga je weer. Jullie weten hoe je de spanning houdt in je relatie. Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ja. Anders dan is je relatie niet meer leuk. Ik heb nog best wel een leuke relatie. Ja. Maar natuurlijk heb je af en toe een dipje, dat wel. Maar dan moet je inderdaad iets bedenken om gewoon weer daaruit te komen. Ja. Maar je moet het ook allebei leuk vinden, zeg maar, om een beetje spannende dingen te doen, een beetje gekke dingen, een beetje andere dingen. Ja. Je vertelt dat nooit. Ik ga zo meteen vertellen. Jullie vriendschap is veranderd doordat jullie een relatie hebben. Hallo, buurman. To. Ja, dit is van haar. Oh, zo. Mooi, hè? Nou, mooi. Dank u wel. Wat heb je nou weer gekocht? Nee, we hebben gegeten. Moet ook gebeuren. Dat is wel echt een hele schattige buurman. Ja, echt zo'n lekker, zo'n gezellige vent. Oké, wat was nou die vraag? Jullie vriendschap is veranderd doordat jullie een relatie hebben? Nee. Nee, dat vind ik ook niet. Kunnen we kort en krachtig over zijn? Ja, er is gewoon niks veranderd, vind ik. Nee, dat vind ik ook We zien elkaar nog evenveel. En natuurlijk heb je af en toe een momentje dat het wat minder is, maar ja, dan heb je het gewoon druk. Ja. Niet omdat ik alleen maar met hem wil zijn of zo. Jullie hebben allebei een kinderwens. Ja! Ja, dat klopt. Maar nog lang niet. Nee, dat niet. Nee. 28, 29, ja. Zoiets. Ja, ik voor mij 30 ook prima. Maar ik moet zeggen, ik zou echt niet nu een kind willen. Maar als ik dat dan zo zie bij anderen, denk ik, ah, schattig. Ja, ik snap maar heel erg. Maar ik zou niet willen. Ik snap heel erg niet. Dat je dat hebt, maar ik denk omdat ik zeg maar, mijn zus heeft nu een baby. Ja. Omdat ik zo erg zie hoeveel werk. Het is net zoals ons vriendinnetje, die is net bevallen. Dat is de eerste in onze vriendengroep. Charissa, die heeft een kindje gekregen. Dat ziet er allemaal zo leuk en schattig uit, maar ik zweer het, het is zo fucking zwaar. Ja. Ik praat nu alsof ik zelf een kind heb, maar ik zie het gewoon omdat mijn zus het heeft. En ik heb soms ook dan, stel dat ik denk van, oh, ik vind het zo schattig, dan denk ik van, ja, maar stel dat ik nu deze dingen aan het doen ben. Terwijl ik een kind heb, dat kan niet. Nee. Dus dan moet je al die dingen, moet je allemaal schrappen. Klopt, dat kan als je een baby hebt. Maar, want die hadden we nu gewoon op de achterbank kunnen leggen. Ja. Maar
Ideaal is het niet. Een kind van 1, die moet je gewoon vermaken hoor. Ik heb echt nog lang niet willen. Maar nee, ik ook echt niet. Wel ooit heel graag. Ja. Jullie hebben fillers. Nee. Nee, maar wel botox. Ja. Ja, baby botox. Ja, maar het is er wel echt wel best wel uit hoor, bij mij. Een beetje. De rimpels komen weer lekker terug. Maar nee, we hebben geen fillers, allebei. Dat hoef ik ook niet. Ik zou het ook niet doen, denk ik. Nee. Ik weet niet. Heel soms heb ik wel gezegd, zou ik mijn lippen doen, maar dat vind ik echt belachelijk, want ik heb best wel... Gewoon goede lippen. Dikke lippen. Maar als je... Oh, dan maak je gelijk zo... Nee. Kijk, als je hele kleine lippen hebt en je gaat naar normaal, maar wij hebben wel een beetje normaal, dus dan wordt het groot. En dat vind ik gewoon niet mooi. Nee, je hebt ook echt geen lipfiller nodig. Nee. Wat ik wel mooi vind bij sommige mensen is dat ze zo'n kleurtje aan hun lippen doen. Permanent make-up? Ja, maar dan heel licht. Zeg maar dat je lippen gewoon net een tintje donkerder worden. Ik heb soms als ik foundation op heb, net zoals nu, lijkt net alsof ik geen lipkleur heb. Ik heb wel gewoon lipkleur, toch? Ja, jij wel. Nee, ik zou dat niet hoeven. Jullie zijn een wandelende red flag. Nou, dat vind ik niet. Nee hoor. Kan je dat ook? Nee, ja. Ik vind wel dat je over jezelf kan zeggen dat je dat niet bent. Ja, dat vind ik ook wel. Ik denk dat ik best wel in een relatie een makkelijke persoon ben. Ja, tuurlijk kan ik af en toe een beetje jaloers zijn, maar dat kan Jani ook. Dus wat is dan een red flag of zo? Ja, ik weet niet. Wij zijn totaal niet toxic, vind ik. Ik kan alleen voor jaloers zijn, en dat lichtelijk uiten, als het zeg maar om een meisje gaat die in het verleden al een rol bij hem heeft gespeeld, zeg maar. Qua, er is hij een keertje mee geweest, of een keertje mee gezoend, of weet ik veel wat. Of als je dronken bent. Ja, dan. Maar dan denk ik gewoon van, ik zou echt niet de enige zijn die jou leuk vindt. Dat denk ik dan. Ja. Er zullen nog heel veel anderen jou leuk vinden. Als jij dan op een feestje staat en ik ben daar niet, zullen er genoeg wijven zijn die dat ook. Ja, dat heb ik ook. Maar ja, weet je, dat zou hij ook hebben. Dus... Ja, dat is ook zo. Dat is niet toxisch, dat is geen red flag gedrag, nee. Toch? Nee, oké. Okay. Ik vind mezelf niet heel jaloers. Nee. Gewoon licht, gezond. De camera was even te warm. Ja. So we're done with the video. Ja, ik denk dat we best wel veel ontkracht hebben eigenlijk. Ja. Maar ook wel een paar bevestigd. Ja, tuurlijk. Sommige dingen kloppen ook wel, maar... Zo zie je maar weer, je moet niet alles aannemen. Je moet altijd vooroordelen. We willen dus ook eigenlijk op ons kantoor, die we dus wel gaan gebruiken, iets van een serietje of zo. Dus hebben jullie nou leuke ideetjes? Ja, laat het even weten. Wat vinden jullie leuk om te zien of iets? Ook leuk denk ik een keertje om elkaars outfit of zo. Of inderdaad te ruilen van kledingstijl dingen. Ja. Ik denk dat dat ook wel leuk is. Ja. Dus thank you and bye bye.